Wim Gillis, een hartelijk welkom in Almelo, ook namens alle luisteraars en kijkers van AAFM. Dankjewel, ik ben blij dat ik hier ben. Had jij verwacht dat Heracles bij jou uit zou komen toen er geruchten gingen dat Marc-Jan Verderes bij Heracles wegging? Nee, om eerlijk te zijn niet. Omdat ik... Ik heb dat wel gelezen van Marc-Jan in Groningen. Maar dacht, dat loopt niet zo'n vaart. Had je erop gehoopt en had je het eigenlijk zien aankomen? Nee, want ik was er niet mee bezig. Dus dat is vaak maar het beste ook. Hè? Want dan geeft dat ook geen afleiding. En in die fase was het bij NAC ook behoorlijk druk. Omdat ik de laatste maanden eigenlijk wat bredere portefeuille had daar. Dus ik had ook niet zoveel tijd om daarover na te denken, eerlijk gezegd. Je bent een tukker van origine. Je komt zelfs uit Enschede. Ja. Strookt dat een klein beetje, Almelo en Enschede? Goed. Volgend jaar moeten we er weer, hè? Ja, nee, Twente, het lijkt erop dat die gaan promoveren. En of dat strookt. Ja, ik heb hier gespeeld met ziel en zaligheid. Ik ga hier werken met ziel en zaligheid. Ik heb de afgelopen 12 jaar in Brabant gewoond met heel veel plezier. En nu komen we met veel plezier weer terug. En volgens mij gaat het er vooral om wat je gevoel bij een club is en wat je daarvoor wil doen. Nou, ik wil daar heel hard voor gaan werken. Dus dan zullen we zien of dat strookt. Is het moeilijk om de stap te maken van technisch manager jeugd naar het grote werk? Dat zal moeten blijken. Hè? Dat is lastig om daar aan de voorkant wat over te zeggen. Het is voor een deel ander werk. Voor een deel zitten er overeenkomstigheden in. En we gaan in de praktijk ervaren hoe ik daar mee om zou gaan. Hoe is je Duits? Ja, ik heb het Duits gelernt. Ik heb op school 5 jaar Duits gehad. Dus toen was het goed. Ik moet eerlijk zeggen dat het in de laatste jaren wat naar de achtergrond is verdwenen. Maar nu met Frank pak ik dat razendsnel weer op. En gewoon een kwestie van doen en dan komt het terug. Hoeveel pijn doet het bij jou om te zien dat jouw oude club het niet goed doet in de divisie? Ja, dat doet pijn. Dat is, want NAC is en blijft een fantastische club met een hele trouwe achterban. En elke week een volle tribune. Of elke 2 weken. Dus ja, dat is pijnlijk. En, maar goed, aan de andere kant ben ik nu hier. En heb ik voor een groot deel het hoofdstuk NAC ook wel afgesloten. Omdat uiteindelijk, het is topsport. En ik moet het nu hier doen. Ik moet het hier laten zien. En dan moet je ook in staat zijn om iets af te sluiten. Natuurlijk blijf ik het volgen. En heb ik mijn contacten. En zal ik dit jaar ook blijven houden. Om te horen hoe dingen daar lopen. Hè? Zeker ook bij de jeugdopleiding. Maar vandaag begint een nieuw hoofdstuk. Dus, en daar ga ik met ziel en zaligheid mezelf instorten. Denk je al een beetje aan Europees voetbal? Nee. Nee, omdat waar ik aan denk is de komende morgen en de wedstrijden die daarna komen. Dat komt eerst. En ik heb zelf geleerd dat dagdromen over wat er dan eventueel aan de horizon ligt, over het algemeen niet heel erg productief is. Tim, we wensen je ontzettend veel succes bij onze hartstikke mooie club. Dankjewel, ik heb er zin in en we komen elkaar tegen.